Ondernemersplaza in Amersfoort is dit MKB in the Picture. Welkom bij MKB in the Picture. Het programma voor en door ondernemers van ZZP tot BV. Ja, het thema vandaag is pensioenen. En we zitten op dit moment in 2037. We zijn 25 jaar vooruit in de tijd. En we zijn dus benieuwd, hoe gaat het dan met pensioenen? Sorry, met stoppen? Korte onderbreking, wat zie je er goed uit. Ja, goed hè? Ja, dank je. De tijd die gaat mij zo voorbij. We hebben aan tafel Margot de Becker. Margot de Becker is van Ondernemersplaza en ook van het Stoppersloket. En we hebben Tom Vroemen van Crowdabout Now. Tom, Crowdabout Now, wat is dat? Ja, wat is dat? Wij zijn een netwerkfinancieringsbedrijf en wij financieren ondernemers. Wij voorzien ze van geld niet door middel van de bank, maar door middel van hun eigen netwerk. Dus als een ondernemer bijvoorbeeld 50.000 euro nodig heeft, dan kan hij naar de bank gaan. Maar hij kan ook misschien zijn 100 à 200 klanten en omwonenden inschakelen die hem een kleiner bedrag willen lenen. En dat hij op die manier zijn onderneming financiert. Het leuke daarvan is dat je ook nog heel veel aan dat netwerk hebt dat je natuurlijk vasthoudt. Ja. Oké, en we zitten dus in 2037. Dan, hoe kunnen we dat voor pensioenen gebruiken, dat crowdfunding? Ja, we hebben nu crowdfunding al tientallen jaren op de kaart staan natuurlijk. En we hebben gezien dat het eigenlijk fantastisch werkt. Want al die mensen die investeren in die lokale MKB'ers, die weten heel goed hoe die bedrijven draaien. Dus die kunnen heel goed inschatten of die bedrijven goed gaan of slecht gaan. En ook als ze wat minder goed gaan, dan kunnen ze gewoon ingrijpen door zelf een stukje omzet aan te jagen. Maar is het dan vooral dat het nu in 2037 per branche of per gemeente, net hier in Amersfoort, heb je hier een Amersfoortse crowdfunding speciaal voor pensioenen en crowdfunding speciaal voor de bouw, hoe moet ik dat zien? Nou, wat je bijvoorbeeld ziet is dat in 2012 bijvoorbeeld, dan gingen mensen echt naar een pensioenfonds en daar zaten fondsmanagers en die gingen dat allemaal over beursfondsen verspreiden. Dat ging niet zo goed in die tijd, hè? Ging niet zo goed, nee, er bleef niet zoveel over van pensioen, volgens ik mij. Ik weet het nog, want ik had ook helemaal niks. Weet je nog dat we toen nog aarzelden dat mensen tot hun 67ste moesten doorwerken en nu werken gewoon door tot we niet meer willen. En toen kwam die Occupy-beweging en die zei, weg met de fondsmanagers, weg met de bankiers, we gaan het zelf doen. En zo rond die tijd is crowdfunding ook een beetje opgekomen. Dus wat je nu ziet is dat mensen, die hebben een leninkje uitstaan bij hun lokale bakker. Die hebben bij de doe-het-zelf-winkel er eentje. Die hebben er eentje in een internetbedrijf ergens aan de andere kant van het land. Die hebben ergens in een kledinglijn, hebben ze gewoon allemaal 500 euro zitten of zo. En dat allemaal bij elkaar, dat zorgt ervoor dat ze gewoon een goede belegging hebben in totaal. Dat doen ze niet met hun hele vermogen. Dus gespreid risico? Je kunt heel erg risico spreiden. Maar het leuke is, mensen kunnen zelf investeren en zelf kijken van, ik stop mijn geld in ondernemingen waarvan ik vind dat ze het geld nodig hebben. Dat ze er iets leuks mee doen. En waarvan ik denk, die ondernemer en zijn plan, daar heb ik vertrouwen in. Ja, zorgen voor elkaar. Ja, mensen zorgen voor elkaar en voor hun lokale maatschappij. Ja. Oké. Ja, en dan is er ook een stoppersloket. Hoe lang bestaat dat in 2037 al? Nou, ik hoop dat in 2037 al zijn 25-jarige verjaardag viert. Zo, kijk eens. Ja. En waarom een stoppersloket? Nou, wat wij bij de Kamer van Koophandel veel horen is dat we heel veel aandacht hebben voor starters. En dat dat ook heel goed is, want een goed voorbereide starter, daar begint natuurlijk alles mee. Maar er komt ook een moment dat je wilt stoppen. Soms is dat gepland, soms is het gewenst, soms is het ook ongewenst en gedwongen. Het zijn allemaal hele verschillende situaties. Er zijn heel veel partijen die daar een goed advies in zouden kunnen geven. Maar die weten eigenlijk van elkaar niet wat ze doen. En de klant vindt die partijen niet. Dus er zijn heel veel hulpmogelijkheden. Maar de ondernemer komt er niet bij. En dat zit nu allemaal achter dat loket. Ja. En het is wel fijn dat het ook landelijk is uitgerold. En dat we ons niet meer schamen om te stoppen. Dat we ook zeggen, van, nou, als je start, dan stop je ook een keer. En er zijn heel veel manieren om te stoppen. En, en die crowdfunding die zit ook volgens mij bij jullie achter dat loket. Nou, dat zou mooi zijn als die ook meedoen. Want op het moment dat je stopt, zou je ook weer het geld wat anderen in jouw bedrijf hebben gestopt, weer vrij kunnen spelen om de nieuwe generatie weer op weg te helpen. Want dat zat ik nog wel te denken, met pensioen ben je eigenlijk wel te laat als je dan denkt, nou ik wil nu stoppen, ik kom bij een stoppersloket. En dan adviseren ze me, ja, je had pensioen moeten opbouwen. Of... Ja, nou dat is natuurlijk eigenlijk informatie die je aan de voorkant zou moeten krijgen. In ieder geval een stukje bewustwording.
Als je nog maar heel kort te gaan hebt, dan is er natuurlijk ook weinig te repareren. Maar er zijn zeker creatieve manieren om dingen op te lossen. En door dat in beeld te brengen, kun je gewoon toch wel weer verder helpen. Okay. Maar ook opvolging in familiebedrijven en zo, dat zit ook allemaal achter dat stoppersloket. Ja, daar zit een stuk overdracht en overname in. Een stukje matching tussen iemand die graag wil stoppen en iemand die een bedrijf zoekt. We proberen ook de vliegende start te promoten. Het is vaak veel makkelijker om een lopend bedrijf over te nemen dan om helemaal vanaf nul te beginnen. Financiering van zo'n vliegende start is niet altijd makkelijk. Maar dat wordt weer makkelijker als de stopper goed voorbereid is. Je zou er eigenlijk een jaar of 5 voor moeten nemen om ervoor te zorgen dat je je zaakjes goed op orde hebt. Want als er goed inzicht is in hoe een bedrijf in elkaar steekt, dan is het makkelijker om en een opvolger te vinden, maar ook geld ervoor te vinden. Maar je moet dus eigenlijk al wat eerder naar het stoppersloket komen. Niet op het moment dat je zegt, morgen wil ik mijn pensioen. Als je slim wil stoppen, dan moet je niet om 12 uur komen. Okay, nee, dan moet je plannen ook. Huh? Ook dat moet je plannen. Dat moet je plannen. Ja, helaas. We hebben ook een primeur, heb ik begrepen. Hè? Want het investeren, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Hè? Dan moet je naar geld overmaken, dan moet je naar een rekening toe. Maar jullie hebben een nieuwe manier gevonden om te kunnen investeren. Kun je daar wat meer over zeggen, Tom? Ja, dat is wel leuk, want dat heb ik ook pas deze week te horen gekregen. Is dat nu Newsbyte en Duurzaam 24. Die hebben een stem- en investeer-app gelanceerd. En die zijn echt van plannen, dat kunnen ze ook, want ik heb dat technisch zien werken, ook met ons systeem. Die zenden dus pitches van ondernemers, dat zenden ze uit. Mensen kunnen dat thuis kijken en dan vanaf hun telefoon met een app kunnen ze daarop stemmen. Of erin investeren ook. Okay. Dus het wordt heel makkelijk en heel erg interactief. Maar daar vier je dus ook nu het 25-jarige jubileum van, begrijp je? Ja, precies. En hoe bevalt dat? Wordt daar veel gestemd, zeg maar? Wat, hoe ziet dat eruit? Dat mensen... dat is wel gaaf. Zit je gewoon op de bank s'avonds in plaats van dat je 100 euro naar je favoriete zender opzet. Ga je zeggen, ik heb eigenlijk wel zin om te investeren. Eens kijken wat ik kan doen. Kijk, het leuke van het hele concept van crowdfunding is dat je niet naar je private banker hoeft te gaan. En denkt van, ik moet nu mijn geldzaken gaan regelen. En gaan kijken van, wat rendeert voor mij het meest. Dus dat mensen eigenlijk gewoon on the fly de hele dag denken van, dat is een leuke zaak. Daar kom ik elke maand een keer. Maak mooie producten. Ik vind die ondernemers sympathiek. Daar wil ik in investeren. Of van de andere kant dat ze een keer worden gevraagd door een ondernemer. Van, ik heb nu wat geld nodig. Ik ken jou goed. Jij komt hier regelmatig. Wil je me wat bijstaan? Dus een soort telcel, maar dan iets verder doorgetrokken. Maar dan leuk. Maar telcel is soms ook hartstikke leuk. Maar moet je geen... Niet, want investeren vraagt om kennis. Hè? Dat is natuurlijk waarom die fondsenmanagers er allemaal waren. En waarom heb je dat niet nodig bij de crowdfunding? Nou, wie weet er nou meer van een lokale MKB-ondernemer dan de mensen die daar regelmatig hun spullen kopen. Die fondsmanager of die klanten en die omwonenden. Ja, ik investeer ook al jaren in mijn favoriete bakker. Ja, dat is ook waar. Ja. Dat is een groot gaan te kopen. Ja. Maar je zegt ook, je kan ook investeren in een bedrijf wat aan de andere kant van het land zit. Ja, bijvoorbeeld omdat jij... Het is bijvoorbeeld een webwinkel waar je spullen koopt. Dan zitten ze veel fysiek aan de andere kant van het land. Of het is een bedrijf dat een product op de markt brengt dat niet lokaal verkrijgbaar is. Of een dienst levert die niet lokaal verkrijgbaar is. Maar die internationale tak die jullie hebben opgezet, ik denk dat er nu een jaar of 10 dat loopt. Want daar heb ik heel dankbaar gebruik van gemaakt. Want ik ben bijvoorbeeld dol op surfen. En dat kan je het beste doen op Hawaii. Maar ja, daar hadden ze toch echt wel centjes nodig om de juiste boards te ontwikkelen. En ik denk van, ik wil graag mijn goede board hebben en laat ik dat nou eens doen. En dat deed ik dus ook gewoon vanuit mijn luie bank even stemmen en hupsakee. En het is ontzettend leuk. En dan heb je ook meer gevoel daarbij. Dan is nog meer, heb je ook een beetje het idee of het een beetje je eigen board is. Ja, want je hebt dat gedaan omdat je dol bent op surfen. En volgens mij zijn er maar heel weinig mensen dol op oliepompen of auto's bouwen of dat soort zaken, zeg maar, waar nu je pensioen in gaat. Nou, de auto's is natuurlijk altijd wel... In 2012 hadden jullie geloof ik iets van 350.000 aan investeringen. Sorry? Hoeveel aan investeringen in 2012 hadden jullie ongeveer 350.000? Ja. Hoeveel is dat nu? Ja, je merkt nu wel, we hebben het laatst ook gehoord dat toch wel echt 10% van de ondernemersfinanciering in het land eigenlijk gewoon van dat soort investeringen moet komen. Ja. Dat is heel erg mooi. Het moet ook niet meer zijn, hè, want het is natuurlijk wel... Het is natuurlijk heel erg lastig wanneer het gaat om grotere bedrijven. En daar zit ook heel erg veel geld in. Maar wat wij heel erg mooi vinden is dat het MKB,
gewoon nu op deze manier van het binnenhalen van investeringen heel erg verankerd is in hun lokale maatschappij. Ja, maar goed, mede door crowdfunding is ook het MKB-bestand is gewoon verviervoudigd. Bij de traditionele werkgever en werknemer, zoals je dat in 2012 had, dat heb je nu bijna niet meer. Nee, ik bedoel, iedereen wil graag vrij zijn, zelf beslissen. Hoe die omgaat met vrije tijd, met werk en vooral doen wat we leuk vinden. En ook heel erg bewust zijn van dat we samen één zijn. Hè, het begint erbij met het gevoel van 1 BV Nederland. Waar we alles, in 2012 zaten we nog echt een beetje te emmeren van we moeten bezuinigen. En uiteindelijk zijn we daar toch is iets heel moois uit voortgekomen. Mooi. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek.